Bart Ramselaar, 22 jaar en verbannen naar Jong PSV. Heeft nog een contract tot 2021 en zit op dood spoor in de Lichtstad. Waar we getuigen zijn van de Lichtstad derby. Met het balbezit voor Marcelo Lopez. Het gaat uitstekend met FC Eindhoven. Dat de zegens aan elkaar reigt. En dat dus ook meedoet in de stand om de derde periode. Nu samen met Twente en RKC bovenaan prijkt van die stand. Daar is Pirou. Dat is de topscorer bij Jong PSV. Geeft mee aan Aboukhlal. Maar Swinkels ligt in de weg als de hulpende hand wordt geboden door Rodney Klooster. Zeedorf. Samen met Loof in het hart van de defensie. Overtreding daar op het middenveld met Essikal. De vrije trap wordt toegekend omdat Lonwijk fout zit. Van de Meulhof op moet passen. Van de Bomen achter de bal. Branko van de Bomen. Wie komt er? Zeedorf is er bijna. Maar komt net een teenlengte tekort. Colin Zeedorf. Er gebeurde niet veel in die eerste helft. Het was wat heen en weer spelen. Min of meer saai te noemen in het Jan Lauwersstadion. Nu weer met Bouraar. Bouraar moet het zelf gaan bedenken. Daar is hij, de Belg. Bouraar, goed schot. En Van der Meulenhof moet in actie komen. De Belg met de pegel in zijn rechtervoet. Van de Bomen, een van de belangrijkste mensen bij Eindhoven. De hechtheid van het team en de wil om tot het gaatje te gaan is de kracht volgens Van de Bomen. Zo liet hij deze week optekenen. Daar het schot van Lopez. Maar iets te wild geschoten. En zo weet Eindhoven de kansjes die het krijgt niet echt gevaarlijk te laten worden. PSV dan. In de tweede helft met Pirou. Pirou, geef hem geen kans. Swinkels weet het. En dat is een uitstekende redding van Ruud Swinkels. Joël Pirou. Tot nu toe goed voor 10 doelpunten bij Jong PSV. Tweede helft veel leuker dan de eerste helft. Dan golft het wat meer heen en weer. Balverlies van Aboukhlal. En Daniels. Daniels. Als aan de grond genageld staat Van de Meulenhof die bal op de lat te kijken. En heeft Elvin Daniels heel veel pech. Let op die keeper. Die staat helemaal vast. De omhaal is prima. En het enige wat ontbreekt is de treffer. Klooster. Van ver. Klooster brengt hem binnen. Daniels. Daniels. Heerlijk dat stuitje. En dan is doelman Van de Meulenhof alsnog geslagen. En noteren we in de 52e minuut de voorsprong voor FC Eindhoven. De stuit in het schot van Elvin Daniels zorgt voor zijn 6e competitiedoelpunt. En de voorsprong voor FC Eindhoven. En dan is het aan Jong PSV. Maar wat doet daar Colin Zeedorf? Die geeft zomaar de kans aan Aboukhlal. Alleen Zakaria Aboukhlal weet hem niet af te maken. Ploeg van Nascimento kruipt door het oog van de naald. Aboukhlal. En dan zegt scheidsrechter Bos penalty. Onder de voet gelopen door Rodney Klooster. Wat wild ook die actie. En dan de strafschop en Aboukhlal mag het zelf doen. De stift. En Swinkels geslagen. En Jong PSV op gelijke hoogte. Tot grote vreugde van de jeugd achter het doel bij doelman Swinkels. Kuhn met de vrije trap richting Bart Ramselaar. Ramselaar met rechts. En daar verschalk je Swinkels niet mee. Dennis Haar, de trainer van Jong PSV, waar de ploeg uit Eindhoven graag mee verder wil. Onderhandelingen zijn gaande. Swinkels, oh, wat doe je nu? Hij zit helemaal mis. En dan is hier de 2-1 voor Jong PSV. Justin Lonwijk is het, die scoort. Maar wat een afgrijzelijke fout van Swinkels. Dit gebeurt hem vrijwel nooit dat hij mis zit. Maar nu zit hij mis. Heeft ook Loof het nakijken. En dan zegt Justin Lonwijk, dank u wel. En bepaalt hij heel beleefd de nieuwe tussenstand op 1-2. Ramselaar, weer het schot. Ramselaar, nu wel het handje van Swinkels. Die zich daarmee herstelt. Maar het is niet voldoende voor de zegen. Want Jong PSV wint de Lichtstad derby.
We kunnen je bijna elke week wel spreken, hè? Want je speelt elke week een hoofdrol in de wedstrijden van Jong de laatste tijd. Vertel eens vandaag, het was lastig, hè? De wind maakte volgens mij de eerste helft het spel onmogelijk haast. Ja, we konden niet echt ons eigen spel gaan spelen, mede dankzij de wind, maar ook door een goede pressie, zeg maar, die heel hoog was. En daar hadden we vooral de eerste helft heel veel moeite mee, maar de tweede helft hebben we het wat anders aangepakt. Hebben we wat andere tactieken toegepast en dat ging wat beter.